vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En vandaag heb ik voor jullie een hele leuke video. Namelijk een winactie. Ik ga vandaag deze camera weggeven. Oh, oké. Nou, dat is het bewijs dat hij het doet. In ieder geval, ik ga dus deze camera weggeven. Het is de Sony Handycam HDR-PJ240E. En als je hem opzoekt op het internet, dan zullen we hem waarschijnlijk niet meer kunnen vinden dat je hem wil kopen. Ik heb geen idee waarom. Maar het is op zich gewoon een goede camera om video's mee op te nemen. Maar ja, de camera doet het prima. En ik heb hier 2 jaar lang mijn video's mee opgenomen. Totdat ik deze camera kreeg. En ik heb nu de Sony Alpha 5000. En die bevalt me heel goed. En deze gebruik ik dus eigenlijk helemaal niet meer. Dus ik dacht, waarom geef ik deze camera gewoon niet weg aan een van mijn kijkers? Dus dat ga ik ook gewoon doen. Ik geef deze camera aan een van jullie weg. Dus ja, wat moet je doen om te winnen? Natuurlijk moet je geabonneerd zijn op mijn kanaal. Dat doe je hieronder. Of hiernaast, of weet ik veel waar je dat kan doen. In ieder geval, je moet geabonneerd zijn. En je moet de video liken, dus een duimpje omhoog. Geen duimpje omlaag, maar een duimpje omhoog. En daarbij moet je een comment achterlaten. De camera heeft een klapschermpje. Ik doe hem gauw dicht voordat hij weer aangaat. En hier heeft hij een soort van schuifje. Die kun je schuiven. En dat is eigenlijk ervoor dat je hem kunt projecteren. Dus je kunt je video's en foto's op de muur projecteren. Scherp. Kijk, je kunt hem dus met dat schuifknopje scherp stellen. Verder over deze camera. Er zitten enkele gebruikssporen op, maar niet echt hele zware krassen of zo. Je kunt niet zien dat hij heel zwaar is gebruikt. Maar dat maakt ook niet uit, want hij doet het nog. En als je beginnende YouTuber bent en een gratis camera wil, dan is dit misschien iets voor jou, want het is gewoon een prima camera. En volgens mij is de inkoopwaarde 300 euro. Ik had namelijk een camera van 180 euro besteld, maar ze hadden me de verkeerde gestuurd en eentje van 300 euro gedaan. En daar heb ik natuurlijk niks van gezegd, want die van 300 euro is natuurlijk beter. Like de video, vergeet niet te abonneren en vergeet ook geen comment achter te laten. En eigenlijk is het doel om 2000 abonnees te halen. Dus wanneer ik de 2000 abonnees heb behaald, dan ga ik deze camera verloten. En dat verloten gebeurt door hieronder een comment te plaatsen. Ik ga kijken of je geabonneerd bent, want dat kun je natuurlijk zien. En als je geabonneerd bent en een leuke comment hebt achtergelaten, dan komt deze camera misschien wel naar je toe. Dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe vooral een duimpje omhoog. Dat moet je sowieso doen als je mee wilt doen aan de winactie. Duh. En zorg ervoor dat... Vertel al je vrienden over deze winactie. En hoe sneller de 2000 abonnees is bereikt, hoe eerder de camera wordt verloot. Dus ja... Dit was de video en ik hoop dat jullie het leuk vinden dat ik een winactie doe. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!